Welkom mensen, mijn naam is Filippolis en ik heb opnieuw veel te lang niet geüpload. Waarom? Er zijn meerdere redenen voor. Ten eerste, ik ben een persoon die redelijk lui is en vaak niet echt zo zin vindt om iets te doen en vooral om te editen, want dat is niet echt de meest aangename job als je er niet goed in bent. Ten tweede, ja, ik had drie redenen klaargezet in mijn hoofd, maar ik ben ze precies kwijt op dit moment. Een van de redenen was ook, er gebeurde niet echt iets in het pretparkland dat noemenswaardig was. Allee, ik kan niet echt aan iets denken. Dus, waarover ga ik het nu hebben? Over Phoenix in Toverland, de achtbaan waarover ik eigenlijk nooit niet zeker was over de openingsdatum. Ik dacht van, dat is toch niet haalbaar om op 7 juli open te gaan, dat gaat gewoon niet lukken. En dan kwam er een professioneel achtbaanbouwteam. En ja, het team gespecialiseerd in bouw van achtbanen, hebben ze de baan op een veel te snel tempo klaargezet. Wat toch een shock voor mij was, als ik mensen zie, de Poolse arbeiders die klungelen in Polen zelf met Hyperion, want dat is gewoon een en al een ramp, dat bouwproces daar. Maar ja, Phoenix is mooi op tijd klaar en zal waarschijnlijk op tijd openen. En nu plots onverwacht, ja, ik had eigenlijk niet zo snel verwacht, kwamen de beelden van de eerste testrit. En daarover wil ik het hebben in de video. De eerste testrit, ik dacht van, misschien ga ik hiervan zo afhangen of dat ik gehyped ga zijn voor de baan of niet, want ik was eigenlijk totaal niet gehyped voor Phoenix. En ik weet er zeker van dat er meerdere, vooral mensen uit Nederland, gehyped zijn van ja, tweede BNM van het land. En het is een windcoaster, ja wow, windcoaster. Meestal van die mensen hebben geen windcoaster bereden nog. Ik ook niet. Maar ik ben nog realistischer denk ik in mijn verwachtingen, want ik verwacht eigenlijk echt niet veel van een windcoaster qua achtbaantype. Ik bedoel, ja, je zit naast de rails. Je zit naast de as waar rond de trein draait, ja, doorheen de elementen gaat. Ja, maar daar stopt het wel een beetje. Ik bedoel, ja, de eerste afdaling is ook wel een inversie, dat ziet er wel cool uit. Maar voor de rest, zoveel verwacht ik er niet van. Ik denk niet dat dat zo spectaculair gaat zijn. En de testvideo's hebben daar niet echt veel verandering in gebracht. Ook vreemd, Phoenix is de langste, hoogste en de snelste windcoaster van Europa. Maar het ziet er zo niet uit. Het is wel een grote baan, maar het is snel voorbij. En verliest, het is niet dat hij echt zo snel in de rem gaat op het einde, maar nog steeds wel redelijk wat, ja, niet zoveel snelheid heeft op zich. En dat vooral door de helix is in het midden van de baan dat hij heel veel snelheid verliest en dat hij ook wel wat extra lengte toevoegt, zonder daarbij de trein, ja, zonder dat, ja, waarbij de trein er toch snel doorgaat door die meters baan die in de helix verwerkt zitten. Maar ja, het voelt niet zo'n grote baan en het is gewoon ook, de baan heeft niet veel elementen. Trouwens, ik ben niet aan het praten van nadat ik de off-ride heb gezien. Mijn vorige video over Bobbejaanland, dat zei ik zo, terwijl ik een artikel voor het eerst had te lezen, dat maakte ik een video nu, zit ik te praten nadat ik de off-ride heb gezien. Er komen geen off-rides in mijn video, want ik wil geen video's van looping stelen. Looping steelt toch al genoeg content van mensen, dus ik ga mij intelligenter voordoen dan zij zijn. Ik ga dat niet doen. Maar dus ik heb de off-ride video gezien en ja, ik weet niet. De eerste inversie, het is vreemd voor een windcoaster, want je hebt eerst die bocht die je bij andere windcoasters niet hebt. En daardoor gaat de trein ook wat sneller door die eerste afdaling dan bij andere windcoasters. Wat een nadeel is, denk ik. Het is zo, die inversie zal sowieso niet volledig ondersteboven, dus je kan daar gerust heel traag doorgaan zonder dat je echt het gevoel hebt dat er te veel bloed naar je hoofd stroomt ofzo, dat je te lang over kop hangt. Maar op zich, ja, ik heb nog steeds niet veel problemen mee. Dan ga je dus naar beneden. Ga je over de airtime heuvel, oftewel gewone heuvel. Ik weet nog niet zeker of dat heuveltje airtime zal hebben. Indien het airtime zal hebben, zal het waarschijnlijk floater zijn of mild ejector. Ik denk niet dat er echt iets veel spectaculairs gaat zijn van die heuvel. En zeker niet met de beugels. Over de beugels ga ik verder nog even mijn mening vertellen. Dan ga je dus over de airtime heuvel ga je in de Immelmann. Vooral niet de meest overused inversie in existentie op dit moment gewoon. Ik moet wel zeggen, op Phoenix ziet hij er nog redelijk goed uit, want hij zorgt ervoor dat de layout nog redelijk zo symmetrisch is met de eerste afdaling en dan de Immelmann aan de andere kant van het water, van de vijver die daar werd gemaakt. Ik denk niet dat dat echt zo'n meerwaarde is op dat element op zich, ja. Opvul element, extra inversie, ja. Dan duik je daaruit, dus uit de Immelmann in een helix. Hij is redelijk groot zelfs en waarschijnlijk veel spectaculairder dan de helix op Baron. En waarschijnlijk ook heftiger, dat zit mij ook wel het heftigste element van de rit uit, denk ik.
heel sustained positieve G-krachten daarop. En daaruit komt waarschijnlijk het beste element, als je links zit, de 0G-roll die naar links draait. En links legt met dat cool aan, dan worden de stoeltjes zeg maar soort van onder jou gehaald. Terwijl rechts gaat dan wel minder zijn, daar wordt je meer, ja, daar neutraliseert de draai zeg maar het gewichtloosheidsgevoel denk ik. Dus links zegt mij dat echt wel een cool element, vooral omdat je direct zo uit de helix direct naar links bent te draaien. Dan kom je uit de 0G-roll, dat zijn het beste elementen zoals ik al had gezegd, in een tunnel. Ja, trouwens voor de inwoner is er ook een tunnel, nu is er een tweede tunnel die denk ik beter geplaatst is dan de eerste. Ga je in een 90 graden random gebankte bocht en dan ga je in een andere bocht naar rechts en dan maak je zo'n klein zigzag en dan ben je weer in de remmen. Ja, redelijk anticlimactic einde. Had ik op zich geen probleem mee op dit moment. Lijkt me wel zo leuk dat je zo op een redelijk de vreedzame manier de rit beëindigt. Op sommige achtbanen met, ja, om een voorbeeld in de buurt te zoeken, Hilly the Ride. Het lijkt me zo'n redelijk abrupte heuvel in de remmen. Dat heeft ook wel iets, maar ik vind het ook wel leuk zo bij zo'n achtbaan die gethematiseerd is achter vliegen, dat je zo vreedzaam in de remmen glijdt. Dat lijkt me wel leuk. Daar geen problemen mee. Want dus de layout, weinig elementen en ook de pacing, dus hoe snel de elementen dan gaan overgaan, lijkt me echt wel zwak. Ja, het gaat echt wel traag van element naar element en het zijn ook heel weinig elementen. Want ik denk van alle winkels in Europa, het is de langste, maar het zijn niet verbaasd dat Phoenix de minste elementen heeft. Misschien de Swarm dat die in Torpe Park dat die minder elementen heeft, maar Phoenix heeft echt wel weinig elementen. En dan het puntje waar ik mij het meeste zorgen over maak, de beugels. Die ik nog niet heb meegemaakt zelf. Dit zijn de B&M vestbeugels. Dus B&M heeft praktisch gezien drie soorten beugels. De clamshells, dat zijn de labbars die je hebt op hyper- en giga-achtbanen. Like Silverstar bijvoorbeeld of Shambhala in Port Aventura. En ja, Silverstar in Europa Park. Dan heb je de oude generatie schouderbeugels, gelijk bij Baron 1898. En dan heb je de vestbeugels, gelijk bij alle windcoasters en dus ook bij Phoenix. Die bestaan uit een harde labbar en dan een vest. Dus eigenlijk gewoon beugels bij Python, want dan ze zien er gewoon iets beter uit. Maar het ding is, ik heb heel veel kritiek gehoord over, van mensen op Amerikaanse pretparkfora dat die vest serieus spant aan je schouders. Ik ben iemand die nogal lang is, 1,95 meter, dus vooral bij de Python, ik ben echt geen fan van die beugels, want ze vermoorden gewoon mijn schouders eigenlijk. Gewoon als ik de beugels dicht doe en sta gewoon stil in het station, dan heb je pijn. Dat is geen goed teken als je al pijn hebt door gewoon stil te staan. Laat staan tijdens de rit. En dan hebben we de vestbeugels. En daar zit echt heel hard bij B&M. En dat vind ik echt niet nice. Ik hoop dat, ik heb ook gehoord dat het verbetert met elke nieuwe B&M. Dus de nieuwe B&M vestbeugels minder erg zijn dan de eerste. Maar ik hoop dat het beter is. Ik hoop dat het niet zo erg gaat zijn. Want als die beugels pijn gaan zijn, dan gaat dat die rit echt kapot maken, voor mij tenminste. Want de rit is ook niet zo spectaculair en als de beugels ook nog slecht zijn, dat gaat echt helemaal kapot maken. Dus we moeten hopen dat de vestbeugels niet te hard gaan aanspannen en dan zou het normaal wel moeten goed komen. De treinen zien er ook, ja, qua uiterlijk, toen er een shot werd getoond van hoe dat de vuurvogel zelf werd geverfd, zou daar zeer cool uit, maar als ik nu ze in de baan zie, ja, zo spectaculair op deze rit presenteren zich ook niet, maar het zijn waarschijnlijk al de mooiste windcoaster treinen so far. Ja, ik denk het wel. Het zijn wel mooie treinen van dichtbij, maar zo van op afstand, ik weet niet. Zo op de originele concept arts waren er zo verschillende kleuren tussen elke rij. Dat zag er cool uit. Zo, vooraan was hij zo meer geel-oranje dan achteraan zo bordeaux-donker. Dat is er nu niet. Als wel minder, een beetje gemiste kans, maar ze zien er nog steeds wel goed uit de treinen. Zeker beter dan de treinen van Baron 1898 met dat vreemd ontbrekende logo op de tweede rijen van elke trein, zoals dat daar gewoon iemand twee underscores heeft gezet ofzo. Het is echt heel vreemd. Ik snap niet wat daar nut van is. Ik hoop kan iemand meer uitleggen, want ik snap echt niet wat er scheelt met de tweede rijen van de treinen van Baron 1898. Ja, dat is wel een beetje het alles wat ik wou zeggen op dit moment, want ik zie al dat mijn video veel te lang bezig is. Dus ik denk dat ik het hierbij ga laten. Bedankt voor het kijken, zeker de mensen die tot nu toe nog aan het kijken zijn, want ja, de video is wel echt wel lang bezig voor wat ik aan het zeggen ben. En
Ja, tot een volgende video. Bedankt voor het kijken. Als je een video leuk vond en je meer van mijn kanaal wilt zien, een beetje een alternatief pretparkkanaal, niet zo van die mainstream video's gelijk Extreme Rides of Mr. Theme Park Fans of Cav Rides, abonneer je dan op mijn kanaal. Ik ben zeker van plan te groeien in de toekomst om meer video's te maken. Dus als je erbij wilt zijn vanaf het begin, abonneer je dan nu. En dan zie ik jullie in een nieuwe video.